Tishmoy Alawali hier bij Punch Out. Demo's knie is te fucked up om nog een recap te doen. Dus we doen het allebei. Met de gigantische giant hier, hoe ging het? Bro, het ging goed. Het ging ongeveer als verwacht, hoop ik. Ik vond het een leuke battle. Ramsey heeft mij laten lachen. Jammer van zijn laatste ronde. Als in zijn laatste ronde ook had gespit, was het iets leuker geweest, denk ik. Nee. Demo. Demo, hij wil pakken, bro. Demo, echt beterschap, bro, man. Demo, man. Ik hou van jou. Nee, jou, man. Naar Demo, man. Giant zei net al de derde ronde. Wat ging er mis? Het feit dat ik hem gisteren pas uit mijn hoofd heb geleerd, denk ik, man. Hoezo? Ja, tijdens... ik weet niet, man. Ik was op vakantie. Bro, even serieus, man. Bro, je zit in de achtste finale. Je zit tegen zo'n grote tegenstander. Kan je toch niet... Je voorbereiding niet serieus? Het is niet dat ik het niet serieus heb genomen, het is meer dat ik er meer tijd in heb gestoken dan normaal. En daarom pas op het eind klaar was. Fuck dat, man. Naar wie gaat deze overwinning? Ja, ik heb gechoked naar hem natuurlijk. Ja. Heb je deze gewonnen? Ik denk dat ik hem wel heb gewonnen, man. Zeg je eerlijk. Volgende ronde dan, stel dat je hebt gewonnen, moet je tegen Stef of Toontje? Op wie hoop je? Ik kan zeggen, ik hoop op Toontje, maar als Toontje van Stef wint, dan is hij dus blijkbaar erg genoeg om Stef te verslaan, dus ook om mij te verslaan, weet je, ik ben daar heel eerlijk in. Weet je, maar het maakt voor mij niet uit, ik hoop dat het ook een harde battle wordt en de winnaar komt tegen mij en als het Stef is, ga ik zeker voor mijn best doen, maar ik ga even hard mijn best doen als het Toontje is, weet je, ze hebben allebei gelijkwaardig tegen. Je bent in ieder geval officieel de grappigste battelaar van Punch Out. Vertel even wat je met Stef of Toontje gaat doen. Bro, als ik Stef of Toontje krijg, als ik Stef of Toontje krijg, bro, ik ga gewoon... Bro, als ik Stef of Toontje krijg, bro, maakt niet uit welke van jullie twee. Ik mag jullie allebei, maar als ik tegen één van jullie ga, wat toch gaat gebeuren. Ik ga vuur in die pan brengen, bro. Helemaal paja. Je bent gegroeid in Punch-Out. Stel dat het hier is afgelopen, zien we jou in het nieuwe seizoen terug? Sowieso, al is het waarom deze choke recht te zijn. Nice. Punch-Out op je bulls gaan.